Oké. Denk met die camera. Denk met die camera. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe kookvlog. Ik ben laatst iets tegengekomen en ik ga dat proberen te maken. Hou je vast, zoete aardappel muffins. Klinkt goed, dacht ik zo, of niet? Muffins van zoete aardappel. Dus een zoete aardappel in een muffinvorm. What the fuck? Dus, ik heb alles al klaargezet. Pannetje staat op. We hebben een zoete aardappel, die gaan we 8 minuutjes koken. Afgieten, af laten koelen en dan gaan we het beslag maken. Wat hebben we voor het beslag? Speldmeel. Nee, ik zal het zo meteen wel even laten zien. Dus we hebben 250 gram speldmeel en 250 gram tarwemeel. We hebben 250 milliliter melk, 8 theelepels gembersiroop. We gaan het zo meteen een beetje kruiden met kaneel en koek en speculaas kruiden. De nootjes, er moet ook nog een snufje zout zo meteen in, die zit hierin. En 4 eitjes. En dit staat ongeveer gelijk aan 2,5 tot 3 grote zoete aardappelen. Helemaal top. Ik ben hier nog iets anders aan het maken, maar dat laten we nog wel een andere keer zien. Dit is de pan met water. Zoete aardappelen in het water voor 8 minuutjes. Ik ga de aardappelen in de pan gooien en je kunt me een beetje zo volgen. Zoete aardappeltjes in de pan. Kookwekker. 8 minuten. Doen we als eerst de melk. Is nog te doen, hè? Kunnen we nog volgen? Is niet moeilijk, hè? Van alles bij. Melk met lekkere olijfolie. Gewoon 8 lepels. 1, 2, 7, 8. Maar ja, ik doe hem dubbel, dus dan doen we nog 8. Oké. Dan doen we de gembersiroop erbij. Ik ben zo benieuwd of dit lukt. Past een beetje door elkaar. We gaan 4 eetlepels bakpoeder in. Gewoon dit spulletje. Het is een beetje donker hier, hè? En daar komt een bakpoeder. Bakpoeder. 1, 3, 4. Ik hou me nooit zo aan het recept. Hou het nog een beetje spannend. Tussen de kruiden vind ik ineens de lens door. Ik ben helemaal niet verstrooid of zo. Dan gaat het meel erbij. Tot dusver hebben we. Het is nog een beetje te dun van beslag. Hey, mooi. Lekker een Duts kaneelpoeder erbij. En. Een slagje speculaaskruiden. Lekker. En cacao. Ja, zal het zijn? Even kijken, even kijken. Ja, een lepeltje of 6 cacao erdoorheen. En dan gaat nu nog deze erbij. En de eitjes, die gaan we kloppen. Ja? Oké. Okay. Nou, ik geloof je niet. Stop op de camera en gaat het ding af. Dus dat was 8 minuten. Dus deze die zijn zo goed als klaar. En dan kunnen die gewoon daar doorheen. Ja, het staat er altijd zo leuk op. Gooi het allemaal maar in de bak en mix het maar met de garde. En je krijgt altijd van die klontjes. Gewoon even met de staafmixer er doorheen. Maar even oppassen dat niet je keuken onder. Het gaat de goede kant, toch? We gaan de zoete aardappelen pakken. Het is wel zweet hoor, die muffins maken. Je prakt ze gewoon met een stamper.
denk een van de honden legt het loodje, maar mijn plint bezwijkt. Oh, zo, een power dat ik hier sta te prakken, dat gewoon een halve keuken uit elkaar valt. Een hakmolen. Alles ruikt ook zo lekker, hè. Ik ruik ook alles meteen weer op. Vind ik fijn. Moet je het straks nog doen. Moet je straks, daar moet ik wel in de camera kijken. Ruim altijd alles meteen op. Vind ik fijn. Dan is het zo tyfus, sorry. Ik scheld wel veel, moet ik niet doen. Wat zo'n bende. Wat bende. Zo. Lekker grof. Noten kunnen lekker grof, die noten. Gewoon lekker grove noten. Ja hoor. Ja, ik heb van alles gekookt, van alles gemaakt in mijn leven, maar weinig echt zoete dingen. Terwijl ik het eigenlijk best wel, ja, ik vind het eigenlijk best leuk. Ja, met koken mag je ook eigenlijk wel een beetje vies worden, dat is ook gewoon helemaal niet erg. Even laten zien. Kijk, het is nog iets te... Kun je het zien? Nee, je kunt het helemaal niet zien. Het is nog iets te vloeibaar. Dus wat ik zei, ik kom nu goed uit. Gewoon langzaam maar een beetje bloem bij. Ja. Ja. It's getting there. Helemaal top, jongens. Helemaal top. Ik ben zo benieuwd. Helemaal klaar. Is niet vies. Het is wel heet. Ja, het is een handig dingetje. Was wel van Lidl. Of van de Aldi, volgens mij. Voor zolang die meegaat. Best een prima dingetje. Even kijken. Ja, dus we hebben nou dit hier. Alles zit onder de spetters, maar dat maakt niet uit. Bakpapier. Even zo. Ja. Moet goed komen. Denk ik. Ja, toch? Vast wel. Maar dit past nooit allemaal daarin. Zal ik hem daarin doen? Zal ik hem. Ik ga hem gewoon hierin doen. Past hij niet in, joh. Ja, dit weet ik. Oh ja, wat wel een handige tip is. Als je dat bakpapier een beetje nat maakt en verfrommelt, dan is je halve keuken nat. Nee, Reggie, nee, nee. Maar dan kun je hem beter vormen. Oh, ik heb zoveel tips. Handige tips. Ik zal eventjes de vloer droog maken. Dat is wel zo handig. Hoep. We hebben de oven voorverwarmd op 200 graden. Oh, dit ziet er wel lekker uit, toch? Helemaal niet. Het ziet er nog uit als poep. Het ziet er gewoon uit als poep. Maar het wordt wel lekker. Ja, als het goed is komt hij toch helemaal omhoog. Als het goed is. Ik moet wel ergens een pannen likken. Pannen lekker, pannen lekker. Ik geloof het wel, maar waar? Waar? Oh ja. Kijk. Oh. No. Cake twist. Soepel. Dan heb ik dus het recept voor muffins. Pardon. En daar staat
Ja, ga je hem pakken? Nou, vooruit. Daar staat overvol van 200 graden, maar dat zijn natuurlijk kleinere cakejes die je dan maakt. En ik heb nu een hele grote schaal. Dus ik heb hem teruggezet naar 150 graden. We gaan het zien. In het recept staat een half uurtje. Daar ga ik me in eerste instantie aan houden. Dus we gaan over een half uurtje kijken. Oké. Even kijken hoor. Ja, lens beslaat. Kijk, jij even helpen. Wil je de camera overnemen of wil je iets eruit halen? Dit lijkt me het meest veilig. Oké. Okay. Nou ja. Dit is dus onze eerste poging van de chocolade brownie. Of ja, muffin moet ik eigenlijk zeggen. Maar ik zag wel dat hij niet zo omhoog kwam als wat ik zou willen. Dus wat gaan we doen? Ik moet even kijken, want we hebben pas opgeruimd. Dus het ligt allemaal een beetje op een andere plek. Pannenstokers. Die had je volgens mij in dat rode potje van jou gedaan. Ik weet alleen niet waar we die gelaten hadden. Ja, daaronder. Als je dus een tandenstokertje pakt. In het midden van de kern. Even in. En als je hem er dus uithaalt. Als hij helemaal schoon is. Dan is hij helemaal gaar. Nee. Tip van de week. Gratis even niks. Maar hij is dus nog niet helemaal schoon. Dus. Maar een beetje smeuïg is ook wel lekker, toch? Ja, maar het moet wel gaar zijn. Helemaal omdat hij hier een klein poepie toefie poepie in zit. Ja. Dus we zetten hem nog heel even terug. Maar hij ruikt wel heel lekker. En oppassen dat hij dus niet aan de bovenkant verbrandt. Maar daarom had ik hem al wat zachter gezet. Dus we zetten hem gewoon nog even terug. Poepie. Welkom bij het eindresultaat. Is die droog? Ik ben weer eens... Waarom ben ik altijd een naked chef? Ja, dat het warm werd, ja. Het ging goed. Nou, ik had natuurlijk al gezegd dat hij niet helemaal omhoog is gekomen. Nou. Nee, normaal gesproken dan moet hij gewoon zo, weet je wel, omhoog. Maar hij is wel redelijk zacht nog, zeg maar. Het is gewoon een, noem eens iets, als hij hard is, een cake. Een harde cake. Een quiche. Niet het woord wat ik zocht, maar... Jammer dat er nog wel geur tv is, hè? Hij ruikt lekker, hè? Zeker. Oh ja, ik moet ook nog koffie zetten voor je moeder. Komt die eraf? Oké. Nou? Hey. Zo, netjes. Maar we houden wel van een beetje smeuïg, hoor. Reggie is ook zeer geïnteresseerd. Nee, maar dit is... Ja, de smaak is op zich wel oké. Nou, dat ging het erom. Ja, maar... Hij is er niet. Hij is volgens mij nog niet meer gegaan. Pak met die camera.